Maar ja, daar zijn we dan. Het is best wel een abrupt begin, moet ik eerlijk zeggen. Sterker nog, ik heb zelfs dit geklikt. Restart chapter, zojuist. Omdat ik gewoon dacht dat er nog een filmpje zou moeten komen aan het begin van deze chapter. Maar nope, zo start chapter 10 dus gewoon. Ik reload mijn gun alvast. Welkom terug, guys. Welkom terug in een nieuwe aflevering van The Evil Within op mijn channel. Gespeeld op de HP Omen X. Dank jullie wel, HP Nederland, in ieder geval nog steeds voor de Omen X. Fucking tof dat ik dat ding heb. En daarnaast ook thanks Bethesda, want van hun heb ik deze key gewoon gratis gekregen. We komen steeds dichter bij, laten we zo zeggen, het eind van dit spel. Maar ook dichter bij de launch van The Evil Within 2. Zeker op het moment dat jullie dit nu kijken, is het echt of al uit... of binnen enkele dagen op mijn channel te zien. Dus dat is best tof allemaal. Daardoor ben ik gehyped. Heb ik zin in en deze serie en in de volgende. Maar gaan we dus ook nu verder in deze aflevering 15 in deel 1. The Evil Within 1. We gaan hier verder. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Let's go allemaal. Ik moet eventjes kort de besturing bekijken. Yep. Oké. Okay, alright. Let's go. Ik ben benieuwd. We gaan die erbij pakken trouwens. Lekker veel bullets. Hij ziet er wel gezellig uit hier. Mooie icoontjes. Wie weet komt er nu wel een cinematic als we interactie tonen met die trap, omdat er net een nieuw hoofdstuk is begonnen. Maar het feit dat er kindertekeningen liggen en zo en al deze bloedicoontjes op de muur, nee man, ik vind het echt niet chill. In ieder geval welkom terug allemaal en laten we zo snel mogelijk beginnen. Let's go. Oké. Klinkt gezellig. Goede audio wel. Nice. Ook echt dan zin om daarheen te gaan. How many have you killed, Reuben? Reuben? Does he mean Ruvik? Numbers are irrelevant. They received as they themselves gave. And they served a higher purpose. They furthered my research. This was not mere research. The things the papers say were done to those people, those... traps. These vermin? These microbes? They're mine to do with as I please. But you are correct. This was not mere research. I'm close to perfection. This is abhorrent. This is my will. Het is zo eng dat wij in een wereld leven, eigenlijk in het brein van Ruvik, in het brein van een psychopaat. Hij is niet helemaal in orde, hij is niet helemaal 100. En wij leven eigenlijk in zijn gedachtes, in zijn sick thoughts van een seriemoordenaar, een psycho, een kinderlokker, een kindermoordenaar, wie weet zelfs verkrachter, alles. Hij is alles in één, hij is helemaal van het padje af. Maar we leven in zijn brein, hoe eng is dat? En wat ik helemaal apart vind om te merken is dat deze dingen lijken op die onderdelen die vastzitten aan The Laughing Guardian van The Evil Within 2. Die Giggling Guardian, dat is dat, die chick. Die demonen chick met al die hoofden. Zij heeft zo'n raar scherp zaagwiel gemonteerd aan haar lichaam. Niet heel chill om dat te zien, maar ik, ja, ik weet niet, ik herken het nu. Dat is wel apart, omdat ik natuurlijk al deel 2 heb gespeeld opeens. Wat ook heel onverwacht. Oh, dat gaat natuurlijk shit. Dat gaat verder. We moeten gewoon gaan upgraden, denk ik. Maar daar hou ik niet van. Want waar gaan we dan heen? Precies, naar het ziekenhuis. Naar het ziekenhuis voor de 80.000ste keer. Naar dezelfde lobby. Die elke keer enger en enger en enger wordt. Let's go. Dat bedoel ik. Er is weer wat aan de hand hier. Camera-angle opeens compleet anders. Normaal starten we vanuit je bed met een camera-angle. En nu is dit mijn enige camera-angle. Who is that guy next door? Ik heb geen flauw idee. Wil ik het weten? Ga ik schrikken? Hallo? Zullen we even... Kom, we gaan gluren bij hem. Bij hem kan ik niet kijken. Hallo? Oké, we gaan kijken. Interactie. Do you have any idea why this world is the way it is? What?
Who are you? Hank. Hate. Hate. Ruvik's hate. The man's consumed by it. He wants out. Wants to get his revenge. He wants back what he feels the world took from him. It's not like he could actually get that. It's not like he could actually get that. This world exists as long as he does. You heard something just now? Wat komt zij nou weer vandaan? Oké, die man heeft best wel zinvolle woorden. En nu is het ook compleet weg, zie je dat? Er zit helemaal niemand in die stoel. Hij is daar ook gewoon nooit geweest. Daar komt het ook op neer. En dat maakt het misschien ook wel een beetje weer weird. In ieder geval, dezelfde lobby. Nog altijd even luguber en kut. Ik ga jullie dus iets uitleggen. Ik weet eigenlijk niet of ik dat de vorige part al heb gedaan. Ik weet het niet. Want ik edit natuurlijk ook parts. En dan ben ik weer opeens helemaal terug in de game. Omdat ik dan parts aan het editen ben die ik al veel eerder heb gespeeld. Mocht ik het al hebben uitgelegd, horen jullie het dubbel. Ik snap nu waarom die Laura creature, dus dat kruipende monster, zo enorm weak is voor fire. Dat snappen we dus nu sinds die brand in die stal en die gedachten die we hebben gehad. We hebben ons ingeleefd in de gedachten van Ruvik en gezien hoe zijn zusje en hij eigenlijk levend aan het verbranden waren in de stal. En dat is de reden waarom zij dus in deze zieke wereld als creature, als demonenchick, zo enorm weak is voor vuur. Omdat ze die huisbrand heeft meegemaakt. Fucking vet uitgedacht. Ik vind dat echt wel weer klasse game concepting, zeg maar. Kijken, hier is niks missing. Nope. Even upgraden, daarna kijken of we nog een kluissleutel hebben. Sla ik mijn game op, vervolgen we chapter 10. Eigenlijk steeds hetzelfde liedje. Ik kan vrij weinig upgraden, ik heb 1900 zie ik. Dus ik denk dat ik ook weer zo weg kan. Laten we eens even kijken. Ik weet dat ik bezig was met Stalk en Agony Bolts. Ik kan hier al vrijwel niks van doen. Ja, Sniper Rifle Ammunition. Dat is het enige wat ik kan doen. Wauw, man. Ja, ik denk dat ik dan ga sparen. We gaan helemaal niet upgraden. We kijken dus alleen of we kluissleutel kunnen inleveren. En dan ben ik er wel weer klaar mee. En ik pak ook gewoon mijn shotgun erbij. Want ook deze plek vertrouw ik niet. Kijk dit ook. Daar kan ik ook weer doorheen naar die andere wereld. Eens even kijken. Ik heb er één. Top. Nou, heb ik toch nog gel. Hoeveel zit erin? 5000. Poh. Oké. Liggen hier nog items die ik kan oppakken? Nee, hè? Kijk, ik probeer het wel altijd. Want als het research is of het triggert iets in de game. Ja, dat is op zich wel awesome. Laten we dan alsnog upgraden. En hem dan peren door dit glas hier rechts. De spiegel hier rechts. Lay damage vliegt omhoog. Heb ik vrij weinig aan. We gaan even naar weapons. Damage multiplier van deze kan ik omhoog gooien. Dus dan doet de pistol gewoon over het algemeen meer damage. Critical kan ik niet omhoog gooien. Accuracy wel. Wil ik dat? Even kijken. Damage multiplier van deze kan niet. Kost 16.000. Critical kan ook niet. Kost 10k. Fire rate. Meh. Ik kan de critical van de sniper omhoog gooien. En ik kan ook... Zal ik dat doen? De critical van de sniper gooien we omhoog. En we kijken bij de agony bolt. Of daar nog wat kan. De shock bolt bijvoorbeeld. De harpoon bolt zelf. Die doet dan meer damage. Oh, dat is wel nice. Oké, let's go. Nog maar 900 over. Dus ik ben nu alweer klaar met upgrades. Ik sla hem op en ik peer hem hier. Nou, zo hebben we de eerste paar minuten al goed hard verspild eigenlijk aan inleiding en upgrades. Maar ja, misschien ook maar beter ook, want ik probeer het altijd zo lang mogelijk uit te stellen om weer het horrorgedeelte in te gaan. Hè? Geef me eens ongelijk, wat een wanstaltig spel. Ik gok dat we wat freaky puzzels en shit moeten gaan oplossen.
Joh, waar de hel zijn we? Met welk nieuw monster komen we in aanraking, joh? Ik weet dus niet of dit slim was wat ik zojuist heb gedaan, want het kan zijn dat die trap juist bescherming zou leveren. Joh. Hier liggen gewoon shotgun shells. Upgrade bullshit, duizend, die zit vol. Even kijken, dat is de... Welke is het? Het is de ontploffing. Top, nou dan gaan we even met de ontploffing spelen. Lijkt jullie dat niet wat? We slopen dit allemaal. Hé, hey, joh, zelfs die. Je kan eigenlijk, mocht je het willen, kan je nu al gewoon zo goed als teruggaan en jezelf weer upgraden, want damn. Ik wil dit toch niet spelen. Ik doe het op de een of andere manier mezelf ook altijd aan om het in de avond te spelen. Ik weet niet waarom. Hoor even. Jezus, er worden mensen compleet in twee gezaagd. En de deur is dicht. Dit spel is niet oké. Nee! 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 Oh my god! Jezus, ik werd onthoofd. Man, man, man. Oh my god, hij komt op het geluid af. Oh! Kijk dat mes gaan. Kijk ook even. Lijken in kooien. Een rustig kermismuziekje en een mes dat gewoon zo hard rondgaat. Oh. Zieke shit. Ja, het is echt... In mijn ogen is het echt zo nu en dan Saw gewoon, hè. Trouwens, het valt me op, hè. Daar maak ik bijna nooit gebruik van. Al die parts die ik verzamel, van alle booby traps die ik, oh shit, wat was dat? Oh, wow, 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 wow! Oké, zij is neer. Wat ik wilde zeggen, alle booby traps die ik verzamel, die geven parts en daarmee kan ik weer ammo maken. Dus ik weet eigenlijk niet waarom ik het nooit doe. Ook word ik gewoon beschoten door een sniper? Oké, waar is die sniper dan? Je ziet ook dat ik... Oh, ik zie hem. Ik heb hem door. Kijk tot hij heeft geschoten en dan schiet... Dan richt ik op hem. Ja, ja, ik schiet lekker terug, pik. Oké, hij is neer, denk ik. Mag ik hopen? Gewoon met een sniper schiet hij op me, hè?
Oh, ik kan een verdiepingje hoger. Let's go. Ik zit echt in een crazy minigame van Saw of zoiets dergelijks. Kijk, ik kan een grenade gooien. Zal ik het doen? Oh, ik heb geen grenades. Wat was dat? Hij viel om. Ik raak... Wow. Nee, ik ga niet dood, toch? Oh nee, hij gooit me alleen, hij pakt me alleen op. Kijk, wat hebben we hier allemaal? Ik denk wel dat hij daardoor dood is nu. Ja, nu is hij dood. Oké, ik weet niet waarom dat nog steeds zo weird was. Dat ze gewoon bijna niet doodgaan. Oh my god, ik schrik zo erg van dat. Booby trap. Ik heb er maar één. Nou oké, een beetje dom rondgeneuzel, maar ik heb even totaal geen idee hoe ik rol. Ik heb me laten zien rollen in een part. Wat is dit dan? Battery pack. Checkpoint in ieder geval. Ik heb me laten zien rollen in een part dat ik echt dacht, wow, dat was slim. Ik rolde gewoon voorbij een enemy die me net wilde slaan. En nou weet ik niet meer hoe dat werkt. Dus dat heb ik heel goed gedaan. Heel chill. Oké, even kijken waar dit heen gaat. Je hebt de best kans van dat dit die plek was waar die sniper net zat. Nee, daar is een sniper nu. Ik zie hem weer. Hij schiet gewoon weer, die motherfucker. Ik ga wel even door het koppie knallen, denk ik. Hier, heerlijk. Oh, dat... kermismuziekje maakt me best wel... ugh. Ik heb misschien wel een vaag vermoeden waar ik heen moet. Het is een beetje een doolhofje, deze chapter. Tenminste, zo begint hij. Ik zie niet echt namelijk meteen waar ik heen moet. Er wordt ook een beetje met me gespeeld. Ik kom langs meerdere plekken. Hallo. Doe even. Chill. Dag, kopje eraf. Dat is zo mooi, hè, als je die upgrades goed erop hebt gezet. Met de goede upgrades doe je veel meer damage en is die critical gewoon veel hoger op een simpel wapen als een pistool. Oh! Hun bukken ook! Hij is slim, wat eng! Kijk nou! Oh, nu is het timer. Oh! En weer bukken. Oh my god. Dat was zo luguber. Oké, ik switch even van shotgun, want die andere is sterker. Kom maar hierheen, pik. Hier, als ik dit pak, let op, dit werkt wel, denk ik.
Kom maar hierheen. Oké, dan had ik er 2 in 1 met 1 vlammetje. En deze Mogol bukt niet. Deze Mogol bukt niet. Oh! Ho. Kom alsjeblieft snel, want hij heeft een shotgun. Oh, hij bukt. Hij is slim. Oh, hij is niet slim. Oh, dat was zo sick. Fantastische gameplay. Hij bukte eerst. Ik dacht, oh fuck, hij is slim. Dat is zo'n slimme enemy. En met dat hij bukt, staat hij ook weer op. Ja, ze zijn zo slim niet, zeg maar. Ik wil trouwens echt wel even met die Saul afspelen, hè. Ah, kijk, daar heb ik die battery bullshit voor nodig. Harpoen zit vol. Oké, laat ik die eventjes dan oppakken en hopen dat het me lukt. Ja, ik timde goed, thank god. Oké. Kan ik weer lopen? Energy. Waarom noem ik het energy opeens? Alsof er fucking monster energy in zit. Wel hetzelfde kleurtje trouwens. Ik hoop dat er waves van enemies uitkomen eigenlijk. En dat ze dan allemaal worden onthoofd. Dat lijkt me heerlijk. Wow. What the fuck was dat? Oké, dat gaat achter me dicht. Gezellig. Zo naar. Wat is dit? Pistol bullets. Nou, daar heb ik wel echt de meeste van. Laat ik die dan maar pakken. Alleen qua stimpacks en shit gaat het niet zo heel goed. Ik heb maar 1 medical kit en daarna is het gewoon klaar. Oh my god. What the? Wat de hel is dit? Vragen jullie wat dat was? Dat is toch niet normaal? Dat ding is toch niet normaal? Als die guy komt, hè? Ik heb niet eens grenades. Shock, dat wel. Oh, Jesus. Dit lijkt een boss area. Op de een of andere manier lijkt het een boss area. Want je kan kleine rondjes rennen zoals je ziet. Checkpoint? Ja, dit kan niet anders. Oh, wat walgelijk. I don't like it, man. Hey, ik heb hier nog een gangetje. Let op. Dit gaat me fataal worden, let op. Oh! Oh!
Oh my god. Hey, gezellig wel hier. Ik heb wel een sleuteltje. Dat kunnen ze me niet meer afnemen. Kom nou met stimpacks, jongens. Hey! Dank je, game. Is wel cute als ik er net om vraag. Noem het ook stimpacks. Alsof in elke game zoiets stimpacks heet. Maar goed. Laten we er allemaal aan trekken. Ik kan niks anders. Of moet ik erop schieten? Ik kan niks doen. Oh, jawel. Nee? Ik weet het niet, hoor. Oh, hierheen? Oh, game. Kijk nou, dat is dus die critical. Hey, gezellig sfeertje wel. Wat is dit? Oh, grenade, heerlijk. Kunnen ze bukken? Nou, hij kan niet bukken daar. Oh, maar ik kan wel achter hem aan nu. En ik ben neer. Oh fuck, ik werd vastgegrepen. Zij hield me letterlijk voor die trap. Het was een suicidal chickie. Die kop is in ieder geval neer. Oh ja, 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 ja. Oh my god. 3, 2, 1. Kom dan. Kom allebei. Kom allebei. Kom allebei. Gooi het. Oh ja, heerlijk. Oh, wow, wow, wow. Hij zette me bijna in de fik, die man. Maar ik moet dit nu wel gaan gebruiken. Dat vind ik wel heel zwak kloten. Oh ja, full health, maar helemaal nokkie nu. Met andere woorden, ik kan dat ook nooit tijdens combat gebruiken, zoiets. Het is gewoon veel te traag. Van upgrade material gaat het wel echt goed nu. Dit is ook nice. Oh, Freeze Bolt. Ik denk dat ik die straks heel goed kan gebruiken, die Freeze Bolt. Op het monster dat we net zagen. Het wanstaltige, gigantische beest. Game, je mag me best een quick save geven voor zoiets groots. Nou, dat doe je toch lekker niet? Kutspel.
matches. Kan ik weer meerdere tegelijk in de fik zetten? Ik durf ook bijna niet normaal te lopen in het spel. De manier van lichtval is niet oké, er gaat iets gebeuren. Wat zijn dit? Kan dit open? God. Kom maar door de Weskelele. Wow. Oh, dat killde me zo bijna, hè. Heb ik nou iets heel slims gedaan, trouwens? Ja, die is nu beschikbaar. Oh my god, ik durf toch nooit meer terug. Oké, let op, guys. Ik ga die freezebolt erbij pakken. Die kan misschien die gast langzamer maken. Ik weet niet wat ik moet gaan verwachten of moet gaan doen. Dit heeft sowieso een checkpoint opgeleverd. Hey. Ah, het is dicht. Waarom heb ik die bel uit de voorhoofdje niet kunnen pakken? Sniper rifle bullets. Serious? Ja, dat moet je toch wel op kunnen pakken, joh. Dat vingertje van hem. Zagen jullie dat vingertje van hem? Oh my god. Reload. Do you move. Hij doet zo'n soort aanval die ik moet ontwijken. Als hij die kaart op me charged, ben ik weg. Oh gast, doe dat nou. Jezus. Ik ben bijna neer.
Oh man, stop it. Ik heb mezelf ook zo vaak laten raken al. Ik hoop dat ik dit ding versla en een geruste part kan eindigen. Ja, is hij neer? Oh my god, we hebben hem. Hoeveel krijg ik erbij? 3000. Ik vind het nogal een dingetje. Wat een beest. Oké, ik moet wegwezen hier. Ik moet echt wegwezen hier. Ik moet alles stoppen. En wegwezen hier. Kutspel. Wow, wow, wow. Ik zit in een of andere joekel van een booby trap wereld. Hey, hier hebben we sappie. Gimme sappie, ik wil deze part eindigen, guys. Ja, dit kan toch niet? Als die nu weer aangaat, dat mechanisme, ben ik zo hard dood. Oh. Explosive bolt, pistol bullets. Nog meer, dank je. Waar gaan we nou weer heen? Komt er nog een einde aan of denk ik? Nee, ik moet hem gewoon hier eindigen. What is this place? Zag je die wat daar liep? Er liep er gewoon nog een. Oh, checkpointje. Gimme that. Ik ga de part eindigen, jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Dit was aflevering 15 van The Evil Within op mijn channel. Oh. We equippen de grenade, denk ik. Daar heb ik er 2 van. Misschien kan ik dat wel goed gebruiken tegen hem. Maar ik ga hem hierbij eindigen. Ik moet echt stoppen. Want anders wordt de part te lang. Dankjewel voor het kijken naar deze episode. Tot de volgende waar we verder gaan in dit walgelijke Saw-doolhof. En dan hoop ik chapter 10 af te ronden en naar 11 te gaan. Tot de volgende, guys. Peace.